Hallo, kijkers van de Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Ik ging verder met mijn verhaal, weten jullie nog? Voor mij is het echt letterlijk een paar seconden geleden. Nou ja, voor mij niet. Ik was bezig met mijn verhaal over Nederpop. Als je echt benieuwd bent en het heel graag wilt volgen, kijk de video van gisteren terug, de Op Reis met Robin, en dan weet je het. Mijn verhaal. Nee, ik weet hem nog wel. Het ging dus over jurk en van, ze gaan waarschijnlijk pas toeren. Als ik in Tilburg woon en daar studeer. Ik moet zeggen, ik heb echt zin in mijn studententijd. Kijk, normaal bij studententijd denk je aan bier, bier en vooral veel bier. En feesten, nou, zo word ik niet. Maar ja, als je Duitse docent wordt, moet je niet verwachten dat je veel gaat feesten. Zullen er vast wel zijn, maar ik niet. Nou ja, dat is niet voor mij weggelegd. Of in ieder geval niet dat het voor mensen weggelegd kan worden, maar... Dat is niet echt iets waar ik van geniet, van dat uitgaan dingetje. Nou ja, misschien heb ik er de leeftijd niet voor. Kom later misschien wel. Ja, ik zit niet echt voor me. Maar goed, terzijde. Waarschijnlijk gaan ze pas toeren als ik daar studeer. En als ik mijn autorijbewijs heb. Daar ben ik op zich wel blij om. Het duurt nog even. Maar ik ben er blij om dat het nog zo lang duurt. Ik zie echt voor me, en ik weet het zeker... Dat zodra Jurk bekend maakt, wij gaan toeren... En er is een nieuw album. Dan koop ik 3 of 4 kaartjes. Dat ik gewoon 3 of 4 keer, blijkbaar, dus naar hun show ga. Ik zie dat zo voor me. Ik ga er ook gewoon vaak heen hoor. Want is het zeg maar 2016. De laatste keer dat ze dus getoerd hebben was 2013. Laatste optreden was donderdagavond Jurk. Was volgens mij september 2014. Dus dat is ook al 1,5 jaar geleden. Ja, nog meer zelfs. Nee, 1,5 wel. Dat is vind ik lang geleden. Als je echt zo diehard fan bent van iemand, dan vind ik het eigenlijk wel dat je gewoon vaak naar een concert moet. En ik heb het geld ervoor over hoor. Stel je voor, die kaarten kosten... Ja, wat zouden ze kosten? Ik heb geen flauw idee eventjes. Laten we zeggen 25 euro. Dan zou ik echt wel 100 euro uitgeven om 4 keer naar die show te kunnen. Zo fan ben ik dan ook weer. Ik ben echt... Oh. Geweldig. Oké. Dus dat. En dat wou ik gewoon even delen. Pff. Nee, weet je, dit ziet er grappig uit. Omdat dit vond ik op het begin ook vreemd bij Minecraft. Ah! Ah! Nee! Rechts of links? Links. Rechts of links? Rechts. Links. Links. Rechts. Ah, pijn. Waar is die nou? Hé, hey, doen we niet. Ging maar net goed. Nul hartjes eraf, maar ging maar net goed. Ja. Waar zijn jullie fan van? Ik heb wel eens een aflevering gevraagd van... iMine, aflevering 2. Van waar zijn jullie fan van? Toen was het ook zo'n hype van... Oh, de nieuwe iMiner. Nou ja. Toen vroeg ik van... Hé, hey, van wie zijn jullie fan? Veel antwoorden. Echt veel antwoorden van mensen. Van ik vind die leuk. Vooral mensen die fan waren van mensen van iMine. Anders kwamen ze ook niet bij die video. Nou ja, ik wil dus een club oprichten van jurkfans. Mag dat eventjes? Dat ik dat wil. Niet dat ik dat doe, maar dat ik dat wil. Gewoon op zijn minst. Lijkt me echt leuk. En gewoon met die club naar theatertours gaan. Lijkt me geweldig. Vooral omdat ik niemand ken die ook fan is. Nou ja, en persoonlijk dan, hè. Ik ken via internet, ken ik... Oh, nee! Bettina, Nancy, Marloes... Dat zijn dan vooral... Vrouwen. Oh, ik ben zielig. Ik ken geen enkele mannelijke jurkfan buiten mezelf. Helaas. Het zou me echt leuk lijken. Ik vind het ook gewoon gek. Hoezo ben ik de enige die het leuk vindt? Dat vind ik gek. Kijk, natuurlijk, iedereen heeft zijn smaak, maar... Hoezo kun je iets zo leuke vinden en de enige zijn die het leuk vindt? Je hebt zelfs mensen die postzegels verzamelen. Geen aanval voor mensen die het ook daadwerkelijk doen, maar... Het komt niet vaak voor. Net als dat ik jurk fan ben. Maar je kunt altijd iemand vinden die ook fan is. En dan die ook man is of zo. Ook vrouw. Ik weet niet. Misschien moet ik grondiger gaan zoeken. Maar er zijn niet zoveel diehard jurk fans. Er zijn wel veel mensen die het leuk vinden, natuurlijk. Ik weet niet. Oké. Ik ga. Nee, ik ga niet. Even rustig. Rustig.
Ik ga hier zo eventjes deze dingen neerzetten. Tenminste, op de plekjes waar het kan en waar we geen gedoe moeten doen. Oké, er was even iets. Ik zat te denken. Hé, misschien is het handig als we zo doen. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Helaas. Want dat spel weet niet welke... Oh, trouwens. Misschien zo. Maar dat maakt volgens mij geen verschil. Dan dat we het zo doen. De besturing is ook precies hetzelfde. Ziet er alleen anders uit. Nou ja, doen we het zo. Dat is gewoon cool. En we hebben de nieuwe functie waar we dan gebruik van maken. Dat is gewoon vet. Die zien we af en toe de RMP van ons er eens voorbij komen. Daarnet zei ik van dit ziet er gek uit. Wat vond ik er gek uitzien? Dit. Dat de bel zo stil blijft staan. Echt waar. Gekke geetjes. Oké. Deze. Ik hoop dat ik genoeg hekjes heb. Man. Op het moment. Voor mijzelf. En dan niet. En gewoon deze week. Upload ik best wel weinig. Of heb ik nog niks geüpload? Deze week. Het is woensdag. Ik heb nog niks geüpload. Vind ik een beetje eng. Ik weet niet. Er valt niks te verliezen. Mensen unsubben niet als je niks uploadt. Volgens mij. Dus ik zou de reden niet vinden. Ik bedoel. Als je het jammer vindt dat er niks wordt geüpload. Dan ga je niet unsubben. Unsubben. Als je het jammer vindt, dan betekent dat je de filmpjes leuk vindt. En dan ga je toch niet unsubben. Want dan kun je in ieder geval niet meer de filmpjes zien. Nou ja, dan zou je op zijn minst commenten waar blijven de filmpjes. Maar dat is ook nog niet gebeurd. Ja, één keer. Dus dat valt ook mee. Dus ik vind het ook zielig. Maar ja, dat terzijde. Ja, ik heb nog niks geüpload. Ik vind het een beetje eng. Zo ook omdat ik zo bezig was, omdat ik die verkoudheid had. En zo bezig was met het nieuwe schema. Een beetje aan het voorbereiden ben voor die periode. Gekkigheid. Kijk, nu is het ook die woensdag. Een week voordat het online komt. Gewoon omdat ik aan het voorbereiden ben. En gewoon... Ik heb ook deze week best wel veel school opdrachten die ik dan op de computer moet doen. Vind ik wel lekker om die dan te kunnen doen zonder dat ik me zorgen hoef te maken om filmpjes die wel online komen, snap je? Oké, ik ga dit hier zetten. Oh, trouwens, waarom doe ik dat? Deze moet wel open blijven. Hier zo ook. Trouwens. 1 of 2 afleveringen terug. Ik denk 1, op het begin. Zetten we hier zo hekjes op, volgens mij. Maar dat heeft geen nut meer. Want dat was zodat er geen spinnen meer binnenkwamen. Maar nu hebben we dit neergezet. Hebben die hekjes geen nut meer. Dus die moeten we even gaan weghalen als we zo meteen zien. Hoe ziet er hier uit? Zo. Dus wordt ook dit. Hier kunnen we... Ja, hier ook. En dan zijn de endersites alweer op. Maar we hebben nog... een voorraadje. Zo. Hekjes. We moeten ook nieuwe hekjes gaan aanmaken. Dit vind ik alleen lelijk. Dat het zo niet symmetrisch is. Maar dat is ook maar een klein stukje. Vanaf hier is het weer symmetrisch. Nou ja. Dat terzijde. Waarom zeg ik dat zo vaak? Geen flauw idee. We zijn hier in de buurt. Of ja, in de buurt wel. Maar het is zo irritant om aan dingen te komen. De Oakwood Planks. Je hebt wel veel jungle. Heb ik echt veel. Misschien moeten we daar wat meer mee gaan bouwen. Nu we het veel hebben. Maar het is echt vervelend om eraan te komen. Omdat het, zeg maar... Ik moet er een eindje voor lopen en zo, maar... weet je, ik moet er gewoon eens de tijd voor nemen. Oké, hier komt dit. Oh nee, niet genoeg hekjes. Oh, ik heb hier zo dit. Dus ik kan in principe... En nog meer hout. In principe nog een ladingje bijmaken voor nu. Zo. Ja, dat is wel genoeg hoor. Zo. Hier zo komt, denk ik... En de site. Hier ook. Dit is even een lastig stukje, want hier heb je dan weer een berg. En zo. Of ja, een berg. Een dirtblokje. Ja, dit. Hier zo komt het ook. En dan aan deze kant krijgen we weer het klassieke... Oh, die boom. Nee. Nee. En dan doen we het wel gewoon zo. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is echt heel slecht. Oké. Vanaf hier werd klassieke dit. Zo. Oh, that's safe. That's safe. Je zag hem dreigen, hè? Van, oh, ik ben beter. Nou, ontdek maar dat je niet beter bent dan mij. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh. Waar is die nou? Pardoes.
Zo noem ik hem. Ik weet niet waarom. Pardoes de skelet. Ja. Kan een stripverhaal zijn. Oké. Okay. Ik denk dat we dan richting het einde komen. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je een like achter, abonneer op de geweldige kaas voor meer. Bedankt voor het kijken weer. Als je me support in deze nieuwe schema avonturen. Oh, we hebben nog meer. Kunnen we nog even verder. Oh, tot de hekjes op zijn. Ploep, 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 ploep. Die wil ik dan toch wel even opmaken. Oh, hebben we nu... Oh, het komt echt uit. Bijna. We moeten nog een paar stukjes. Die doe ik wel even off camera. Hoop voor je is leuk. Doei. Doei. Dat is zo gewoon mijn outro. Outro. Ja, joh.